Welkom terug bij de Kamerplan Tour, waar we nog steeds op pad zijn met Arno Wellens op zoek naar, ja, naar wat eigenlijk. Renault Nissan staat hier. Wat hebben die nou weer misdaan? Nou, zij hebben een, zij wilden een joint venture beginnen met Rostec. Dat is een Russisch bedrijf dat wapens verkoopt, maar dus ook auto's. Eigenlijk de hele Russische technologie gerelateerde industrie valt onder dat Rostec. En er is één persoon die de export daarvan regelt, maar ook van wapens. Dat is een vriend van Poetin. Dat is Sergei Chemezov heet hij, een luitenant-generaal van de KGB. Hij heeft ook een heel mooi reclamefilmpje had hij op zijn website gezet. Dus dat Rostec dat hier dan bij hoort. En daar maken ze reclame voor Buk-raketten. Oh ja, die kennen we nog. Dit is, hoe heet hij ook weer? Sergei Chemezov, luitenant-generaal. Ja, en deze man mag dus eigenlijk het Nederland niet eens maar die heeft hier gewoon een bedrijf waar hij ook nog een keer een heleboel belastingvoordeel mee krijgt. Ik zeg het even voor de... dan hebben we dat juridisch maar afgetikt. De erfpachtgrens volgens het kadaster, die ligt hier bij de slagboom. Ja, dat kan me geen flikker schelen. Nee, mij ook niet. Dus, maar goed. Dit is de beste man. Ja, dat is die beste meneer. Dit is een verder compleet leeg bedrijf. Met een kamerplant. Je ziet hem hier staan. Er is normaal gesproken zit daar een bewaker, die komt dan naar buiten. Een vrouw met een Twents accent. Die zit de hele dag niks te doen. Die zit de kamerplanten te bewaken. Ik ben haar hoogtepunt eigenlijk. Ja, die bewaakt de kamerplanten. Ja, jij bent haar hoogtepunt. Ik ben haar hoogtepunt. Er staat hier 100 miljard roebel zit in het bedrijf. Hoeveel is dat? Dat moet je door 30 delen, dus 3 miljard. Oh, dat zijn deze kamerplanten zeg maar waard. Het bewijs voor het Openbaar Ministerie kan ik in 1 minuut op mijn telefoon opzoeken. Ja. Gewoon een Europese sanctielijst. Kan iedereen bij? Ja. Je gaat gewoon naar de website van de Europese Unie. Of van de Europese Commissie, zoek je de sanctielijst op. Nummer 59, daar staat hij gewoon. Heel simpel, vervolgens ga je naar kvk.nl. Zoek je Rostec, doe je een uittreksel, zie je hem ook. Kijk, kost een paar euro, maar dan 2,90. Zo moeilijk is het. Echt wel. En daarvan zegt Wiebes, dat is mij te veel moeite. Ik ga het niet doen. En ik wil bovendien ook niet dat zijn privacy wordt geschonden. Ja, maar het is gewoon openbaar. Ja. Dus de regering die gebruikt dat als een smoesje, als een excuus. Om zich daarachter te verschuilen. Op naar de volgende, zeg ik. Waar gaan we heen? President van Oekraïne. Dat lijkt me ook een gezellige vent. Ja hoor. Het bewijs is gewoon in een minuut te vinden. Toch ben je nog op zoek naar meer. Er zijn een paar stagiaires op dit moment. Ja, die zijn dan die... gewoon snippers papier aan elkaar plakken. Omdat jij hoopt daar bewijs in te vinden. Ja. Dan denk ik bij mezelf ook, gaat het helemaal goed of heb je echt niks te doen met je leven? Ik vermaak me goed. We moeten hier naar links. We gaan de snelweg op. Okay. Dat is makkelijkst. Ik weet niet of dat slim is met deze auto, maar goed, daar komen we zelf achter. Maar vertel, waarom... Nee, ik vind dat wij dit wel moeten doen, want er zit... Ja, maar wat denk je daar te vinden? De rekening voor het onderhoud van de kamerplanten. Ja, wie weet, een stukje van de boekhouding dat nog ontbreekt. Dus ik heb een half beeld van wat daar gebeurt. En ik hoop misschien dat daar nog iets uit blijkt wat ik nog niet wist. Dit zijn de Rostec files, zo gezegd. Arno en ik zijn de vuilniszakken ingedoken tijdens de afgelopen 7 tours. En dit is een klein deel van wat eruit is gekomen. En mijn stagiaires Sarah en Meerte, die hebben wat te doen. Waar zijn we nu? Oh, we zijn in de Bijlmer. In de Bijlmer, daar hebben ze het ook? Ja, absoluut. Kijk nog om je heen. Dit is Kamerplant Valhalla. Hier zit een trustkantoor. Dat regelt het Kamerplant gebeuren voor jou. Dus jij bent een buitenlandse partij met een zak gejat geld. Dan heb je dus nu gewoon bedrijfjes in Nederland die voor andere bedrijfjes regelen als ze hier illegaal aan de slag kunnen. Ja, je kunt ze opbellen en dan fixen ze het voor je. Kopen ze een plant voor je, regelen ze een kantoortje. En daar zit dat hele stuk zit hier gewoon vol mee. Een en al kamerplant. Ja, dit kost ons geld, hè. Kijk, wij zullen hier een paar duizend euro aan verdienen. De BTW op zo'n kamertje en op de kamerplant. Die 3 kantoren, even over Oekraïne dan, wat ik je vandaag heb laten zien. Dus hier zit de president van Oekraïne met 450 euro. Oh ja, deze vriend. Ja, waar we dat verdrag mee hebben gesloten. Dat vrij verkeer van kapitaal regelt. Maar verbiedt dat wij in die brievenbussen gaan graaien en dat geld teruggeven aan die arme mensen. Dat is wat ik dus graag zou willen. Maar dat doen we dus niet. We hebben een contract gesloten met een boef, eigenlijk. Want hij heeft hier dus 450 miljoen euro gestald. Wat door zijn vader is ontvreemd uit de staatskas van het land. En daar krijgen wij niks over. Daar krijgen wij niks over. Een beetje BTW van het landje. En exact. En daardoor zijn die landen ook zo arm. Wat kost het aan ons aan inkomsten, aan belastingen ongeveer? Heb je daar enige schatting van? Ja, want... Moet ik aan miljoenen denken van miljarden? Dat loopt in duizenden miljarden lopen. Duizenden miljarden? Ja. Dus... Maar dan moet er iets spelen waarom een Wiebes of wat dan ook hier geen zaak van maakt. Ja, de enige reden die ik kan bedenken waarom Wiebes en Rutte dit ook gewoon accepteren... is ze hebben een doos van Pandora geopend. Ze hebben tegen de hele wereld gezegd, kom maar met je foute geld.
En vervolgens kijk ik dan wat voor fout geld dat is. Je schrikt je de pleuris, letterlijk. En dan zeggen we, nou, dat moeten we maar eventjes met de mantel de liefde bedekken. Ja. Wij gaan gewoon met die foute mensen verdragjes sluiten. We doen alsof er niks aan de hand is. En over een paar jaar zitten de mensen die dit verzonnen hebben en mogelijk hebben gemaakt, die zitten er niet meer. Nee. En dan ben je weg. Dan ben je weg, ja. Dankjewel, man. Goeie tour. Heel graag gedaan.